Hoe is het nou eigenlijk om een oorlog mee te maken? Is er veel veranderd nadat de Taliban weg is gegaan? Hoe zien de school eigenlijk bij jullie uit? Zal jullie uit school willen vrijgaan? Hoe is het om je ouders te missen? Hoe laat beginnen jullie op school? Ochtends ook brood? Welkom bij Kids Excel. Bij Kids Excel zie je hoe scholen in Nederland contact hebben met scholen in ontwikkelingslanden. De kinderen van scholen stellen elkaar allerlei vragen. Zo leren ze van elkaars leven en wordt hun wereld ineens een stuk groter. Hallo, my name is Sipon. Hallo, ik ben Sipon Nkosi en jullie kijken naar Kids Excel. XL. Ik ben Nick, ik ben hier voor Kids XL. Salam batoy Hollandi. Dag kinderen van Nederland. Welkom bij Kids XL. Kids XL. Welkom bij de Kids XL in Suriname. Hier is mijn huis. Welkom in mijn huis. Hallo, ik ben Tamara. En ik ben Ellen. Welkom in Brazilië. Welkom bij Kids XL. Ik zit hier op school en ik heet onze gasten welkom. Hallo allemaal. Welkom bij Kids XL. Ik ben Marjolein. En Tom. En onze Afghaanse namen zijn Nigina en Roman. Wij zijn vandaag jullie Kids Reporters. We zijn hier in Castricum bij de Paulusschool. Wij zitten in groep 8. Yes, Salam. Namma Nagas. Ik heet Nega, zit in groep 8 van de Babi Hamsu School. Vandaag ben ik jullie Kids Reporter. In deze aflevering van Kids Excel spreken de kids van de Paulusschool in Castricum met de kids van de Babi Hamsu School in Afghanistan. Ze stellen elkaar vragen over hun leven. Maar wat weten de Nederlandse Kids Reporters en hun klasgenoten eigenlijk al over Afghanistan? Nou, dit is onze klas en ik laat je even zien. Hallo allemaal! Je kan aanwijzen waar Afghanistan ligt op deze kaart. Afghanistan ligt op ongeveer 8 uur vliegen van Nederland. Het grenst aan wel 9 landen, waaronder China, Pakistan en Iran. Daardoor wonen er in Afghanistan veel verschillende mensen. Afghanistan heeft 29 miljoen inwoners. En Afghanistan is 19 keer zo groot als Nederland. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aan het eind van de vorige eeuw kwam in Afghanistan de Taliban aan de macht. Van de Taliban mocht heel veel niet meer. Muziek maken, film kijken en spelen was verboden. Vrouwen moesten ook een boerka aan. Sinds de oorlog is er een andere regering en mag er weer meer. Weet iemand hoe het klimaat in Afghanistan is? Carlijn? Het klimaat in Afghanistan is in de zomer heel warm en in de winter heel koud. Dat komt omdat het niet aan zee ligt zoals bij ons. Ja, die is goed. Weet iemand hoe de vlag van Afghanistan eruit ziet? Patrick? Groen, of nee? Zwart, rood, groen met een moskee erin. Ja, dat is goed. De hoofdstad van Afghanistan is Kabul. En in Kabul staat de Babi Hamsu School van Nega. Nega is onze kidsreporter in Afghanistan. Wij doen mee aan Kids XL. Weet iemand misschien wat dat betekent? Een grote wereld. Inderdaad, we hopen met dit project meer van de wereld te leren. We gaan namelijk contact krijgen met de Nederlandse school. Weet er iemand al iets over Nederland? Nederland is bekend van de dijken tegen het hoge water. Ze drinken er heel veel melk en er staat altijd harde wind. Dag kinderen in Nederland. We zijn hier vandaag om jullie iets meer te vertellen over onze school. Wie we zijn en wat we doen. En misschien willen jullie ons ook wel dingen vragen over ons leven. Hoe zien de scholen eigenlijk bij jullie eruit? Het schoolgebouw waar we nu tijdelijk zitten is 's morgens tot 's middags bezet. Dus wij kunnen pas 2 uur met lessen beginnen. Dit is de warmste tijd van de dag, dus niet echt prettig. Hier op school hebben we geen leslokalen en ook geen sportgelegenheid. Dat vind ik wel jammer. De meubels die we hebben zijn geleend en staan ook niet in alle klassen. In de naam van de Almachtige Allah, dit seizoen waarin... Wat staat hier? Kijk, we zijn in een van de gangen van het gebouw. En hier leren de kinderen lezen. Vertel eens wie je bent. Ik heet Nargis en ik zit in groep 2. Zoals jullie zien hebben we geen lokaal en geen tafels. Dus moeten we op de grond zitten.
Ik zou het echt geweldig vinden om een eigen lokaal te hebben. Met echte boeken en schoolspullen. Nou, die school in Afghanistan die is veel slechter. Nou, wij lopen gewoon op de gang naar de wc en zij kregen daar les. Nou, mij viel op dat ze daar veel minder grote scholen hebben, maar wel veel meer kinderen. Of dat ze met heel veel in één schoolbank zitten, dat viel me heel erg op. Hoi, ik ben Patrick en ik heb ook een vraag. Zouden jullie iets willen veranderen in Afghanistan? Er zijn een paar dingen die hier anders zouden moeten. Om te beginnen moeten we natuurlijk een eigen schoolgebouw vinden, zodat we 's morgens vroeg al met onze les kunnen beginnen. En het zou ook heel mooi zijn als we elektriciteit en computers kregen, zodat we ook daarmee leren werken. Hebben jullie in Nederland...